Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome everybody to this one of our very, very, very interesting episodes of our new podcast. We are here today in the house of Marines. And with us we have the Archie and me, your host, Naeem and Ross. Let's get this going. So, the Archie, I see the blazer is working. Tell us a bit about this badge of Marines. What does that mean to you? Where was it founded? How did it come about that you have this badge? Can I speak Afrikaans? Yes. Ons het die team gestart op een stoep. Toen kon daar boeitje moeten. Ze weet dat oude, ik weet niet of jullie zal weten, die oude melkblikjes. En moest die anker opgaat, die beds opgaat. Toen kon die boy met die beds, toen wees hij het. Toen zei hij, wel, het is zo leuk. Het is maar onze beds en onze naam is ook zo maar Marines. Toen de next week, kon we weer bij elkaar, maar we moesten damloes spelen. Toen kon we spelen, weer damloes om elkaar. Rijdt, on maakt maar die team. Toen is het Mr. Gister. Ik kan niet op deze fan komen, Gadget, YouTube, Gadget en Stierman. Hashim Isaacs, ja, Gadget. Wie was die andere? Ja, Awita. Hamita Mohammed. Nee, Hamita Mohammed is achterna gekomen. Toen, zeer uit, we gaan het team met, maar nu maak je ons een plek. Om te prikters. En ons is ook een zingman. Ik ga niet zeggen, ons heet die zingman. En ons wil zing. Toen gaan we Hamita roepen. Hamita Mohammed. Nou, zijn broer was geweest Isa. Toen vraag ze Isa. Toen vraag hij van Isa. Kijk, ik kon coach voor ons. Maar ons is die Nederlands zingen. Die is die comic zingen. Die is die solo zingen. Nevertheless, right, we gaan nog een comic zingen krijgen uit die pakket. Toen kom mijn lief. Zij rijdt right, Jason, maar kom ik daar aan wist. Leeman, hij was aan Primrose als laatste. Met mijn niet al. Rijdt, hoe maak je ons weer? Een Nederlands zanger. Ik kon daar, oh, Bali. Zijn naam was Haji Ganske, en dat is ook waarom. Die liet hem met Ganske, en dat toen wil hij die lied zingen. Dus joh, nee, rijdt die week. Ik kon daar aan mijn boy. Tofa. Ik kan niet op Tofa zijn fan komen, maar Tofa, oorsprong is het Tofa Madness. Kijk, ik moet bijnamen, bijnamen geweest. Toen gaan Tofa, toen zei ook okay, Tofa, zij zingen. Toen zingen ze op, zorg wel. Dat was onze eerste lied. Daar wist het gezang, ik kan niet de komische naam krijgen, nou niet. En ik kom bijna te zingen, Primrose ook om bijna van hulle. Ik denk dat er 3 of 4 jaar terug is dan. Stere nacht. Toen zingen we dat, toen gaan we ooit naar die Afrikaanse koera toe. We waren nog in die oude boot uit. We gaan maar niks, ja. Toen gaan we naar oude boot toe. Maar toen kwam, toen daar samen controversie, daar met Primrose, weet je wat even gegeven het. Kon Isa Mohammed oor, kon je me nog voor scouts. Freddy Brown. Ik denk dat er weer 3 of 4 mannen gekomen van hulle naar Oostzoom. Dat is niks jaar toen ze in de oude boot. Vandaar vanaf, af, we hebben ons eerste jaar combine, Nederlands. Toen bleef het niet zo, Nederlands combine, kom ik. Maar we hebben nooit een rechte solo zanger gehad. Nooit voor een paar jaar, nou die man wat 11 jaar geweest had, Nederlands, was UC Williams. Maar voor hem heeft alleen maar Jack gezongen. Harun heeft gezongen. Dat is die mannen wat allemaal gezongen. En één het ons geweest, Nederlands, combined, comic. Tot ons Bietselspring toe gekomen. Toen vat Mr. Gester die team. Nee, toen zei die team gevat. Hij maar is die team gebracht Bietselspring toe. Maar toen week het hij. En diezelfde tijd wat hij hier komt, toen maak je ons weer Nederlands zingen.
Toevat ons Mr. Karim, dis Rashid Karim, toe kom hy, right sang die Nederlands, tyd het toe draai, hy nog een paar dik brille, tyd het my nie, toe was hy kookborrels, nevertheless, toe sang hy, toe ween hy, toe vat ons team weer weinig toe, dat ons nog altijd in die weinig is, ons begint in een babe, die team het begin te nababe, toe, en moet die stoelen eerst uit die pad uit was, toe, en ook aan die projectors. Toe daar van aandacht toe gaan, het dan was het 2 jaar geweest in die babe. Koosiekone. Ja, bij Koos, daar was Koosiekone geweest. Koosiekone is nog, daar was die, daar was die projectors, toe move ons naar die school toe. Mohammedia, wat ons nou nog aan Mohammedia is. That's a good lot of history. That's very, very, very informative for me, and it will be very, very informative for the people you're after. So, because the choir and you've brought up so much highlights, what is your most memorable highlight of your choir? Most memorable. I think as I see, also that a bien, I can. Exactly, and I see also that a bien, 17 first prize. 17 first prize, en dan ontwit het team dat je doet. Ons gewen die section. Ons gewen die, wat was het, hoe het gesê daarvoor? First prize, 10 en first prize. En second prize is die, en second, so die, as sing ons die vrijdag aan, as sing ons weer die zondag aan, en items, ook first prize. So die, ja, toe gaan ons stadium toe, ween ons Koefiya. So allemaal die first prize wat ons gewet, was 17. Dan nog nooit het team gewaak. En wat jou was dat, if I can ask? Ek kan nie remember nie, but ek kan but that was the best memory. Die tijd was nog in die Herald. Koran. Die Herald, die had gehoord uit, die pizza was het, die wat jou wees het, Herald. Ek denk dat die pizza geweest die. Dat van over, ja. Ja. Die was die pizza van die, ja, die is hier, was dat? 1985. Ja, maar die is weer een koffie dat jaar. Ja, dat is hier juist, ja. Dat jaar juist. Die jaar voordat, sal ons een koffie winnen. En, die wat een judges was het hier. Maar toen zei die een judge, die boer was een boer. Toen zei hij, kijk hier, die kreeg maar lang mannen, groot mannen, wat even. Dus ik naar jullie slits, is die allemaal die cellen niet. Dat je door raam stukken, is jullie stukken naar baas. Jullie slits is die allemaal die cellen niet. Maar hoe, maar die kalas alles recht, maar die stuk daar, toen kreeg je weer op een verloze koffie. Ja. Maar ja, achter dat je te winnen is weer koffie. Ja. Dat was het bije highlights. Dat is 1 jaar wat ons op ons was, ik ga niet zeggen, zwakste geweest. Dus dat is niet zwak niet. Maar die jaar, zingen ze in die city hall. Toen ween ons vijf first prize, ja. Toen, die president van die boot, was Schroeder. Toen maken ze zijn team toe. Toen waren die zijn voor Primroses. Nou, die ons ween vijf, toen moet hulle zes ween. Dus dat bij dingen waar ze kan praten van en iemand zoals dat was ook hier net toe ween ons wel schoon 6 zo van juni af recht op 6 first prize toe lachen dus ons op ons zwakste maar ons ween 6 first prize daar was soos dente hulle was het old allemaal die team op een kap en maar nou waar die team nou like weer van oor af maar hulle gaan nou weer. En als hulle nou, ek gaan nou sê, as hulle nou gaan ween, dan retire ek. Dan retire ek. Okay, shukran. And then, the expectations from the CMCB. What can I ask, what for this season, for the upcoming season, what is your expectations from the CMCB as a board at Marines is affiliated to? What is your expectations more or less like for this upcoming season? Al wat ik lig, zal lig, die boot, alles moet een plek aan doen.
en alles moet smooth al, because why, daar's te veel dinge se gelaaf tussen die team en die executive. Nou ek was al twee kan saam week, so dat Koefiya as a salani problem is, because why, but the way things going now, sal ek sê die executive wat nou daar is, hulle week. En ek like dat, because we are young, hulle is jong man. En hulle kan week, hy maak het. Okay, so Boeta, as you were speaking now about the youngsters that started and they're working, so we've started this new youth council. What is Boeta Archie's, if there any inspiration Boeta Archie can maybe give us, or any mentorship that Boeta Archie can maybe give us from here on for the season upcoming? As the youth council, what can we do to bring our part to make this a bit more exciting and more a better experience, a better journey? A better journey is a big. This is the can only see the way you are unhand man is a clock choir man. This is something new, what the ultimate man bought us. Something new. Kijk, you see, eerste function wat daar gewees het, is jylle allemaal daar. Allemaal het gejaap, allemaal het in daar gezet. Ook al, ek sal nie sê, ek oos het nou die catering gaan doen by my mense. Maar ook maar, om die boot te jaap. Om die boot te jaap. Is maar net hulle trek so lang te hulle praat as al. Al wat die koos kom, dan sê hulle die mense, die caterers doen die koos, maak die koos, is die warm nie. Maar sê, man, dit nie, jylle gaan vee aan. Jylle sal verder ook aan. Want jylle move en jylle weet wat jylle wil doen. En is reg, dat is my belief. As jylle doen iets, en jylle doen het reg, gaan aan. Ek sal jylle nie worry. Okay, that is good to hear. So, shukran for this, Boeta Archie. We really appreciate it. And this information that we're getting here right now, we can now take this to the next level and we can put this into play and we can help each and everyone get to where they want to be. And shukran to our listeners and our viewers. Like and subscribe. Also, onto the next episode. We'll see you over there. Ciao.